In de polder ligt al bijna overal ijs. Dus ik zal naar het kanaal moeten. Wat vissen zal ik? Omdat er ijs ligt, dus ben ik uitgeweken naar het kanaal. Nou, het kanaal is altijd hartstikke taai. Wat gebeurt er? Een half uurtje geleden krijg ik er een prachtige snoek op. Echt dik over de meter. Ja, schiet na nog een minuut los. Jammer. En dit is 10 minuten later. Vang ik deze. Nou, toch nog leuk. Later. Nou, leuke vis. Had zichzelf onthaakt in het net. Daar hou ik van. Dus die mag ook weer heel snel terug. Zeg maar dag tegen de kijkers. Je kan zien dat de nachtvorst is geweest en dat er ijs heeft gelegen, want ze zijn heel traag. Ik heb 6 aanbeten gehad, waarvan een hele mooie, en ik heb er uiteindelijk maar 2 kunnen haken. Ik stop ermee, want ik ben net vast blijven zitten in het moeras en omgevallen, dus ik ben drijfnat tot aan mijn middel. Maar ja, dat hoort er ook bij. Oh,
gisteren had ik 6 aanbeten op het kanaal. En morgen gaat het weer veranderen. Nou, 3 keer raden waar ik vandaag vis. Ik ben een uurtje bezig. En tot nu toe is het helemaal niks. Het is ook niet echt een wonder. Gisteren was het donker weer, met een lekkere bries uit het westen. En vandaag is het zonnig en bijna windstil. Nou, ik ga toch nog even proberen op die plek waar ik gisteren waarschijnlijk een metersnoek eraan heb gehad. Al was het maar kort. Nou, dit is beslist niet wat ik er gisteren aan gehad heb. Dus ik blijf hier nog maar even vissen. Kijken of die dikke mevrouw er ook nog steeds is. Misschien is dit wel haar vriendje. Ik stop ermee. Big Mama heeft zich vandaag niet laten zien. En ik verwacht er ook niks meer van. Het weer is gewoon veel te stil, veel te rustig, veel te tam. Ik probeer nog even een andere clochette op de terugweg naar de auto. Maar ik verwacht niet dat er nog een vis bij komt. Bijna bij de auto.